Oké. Wij zijn als team zijn we samengesteld uit 3 kleine groepjes. We hebben daar gefocust op het bouwkundige, het werktuigbouwkundige en het elektrotechnische. En dat wilden wij heel graag samenbrengen. En in die volgorde gaan we het ook beschrijven. Nou, als eerste hebben we gekeken naar het bouwkundig ontwerp. Dat wilden we op een hele slimme manier doen. En dus focussen op het eerste stukje, het groene, het sociale en de gezondheid. De klimaatadaptatie zit vooral in de groene gevels en de groene daken. Die zorgen voor biodiversiteit en verkoeling in de zomer. En verhogen ook de efficiëntie van de zonnepanelen. De sociale binnenplaats zorgt voor sociale cohesie, waardoor we iedereen samenbrengen. En geluid is heel belangrijk en we hebben ervoor gezorgd dat het gebouw fungeert als een afscheiding voor geluid buiten. En daar plaatsen we ook lamellen die het geluid naar boven reflecteren. Ja. Voor de duurzame energievoorzieningen hebben wij gekozen om gebruik te maken van het bestaande warmtenet van ARV voor de warm water. Voor de koeling hebben wij gekozen voor aquathermie, waarbij we eigenlijk de koeling kunnen halen uit het nabije kanaal. Hierbij hebben we ook gekozen om hergebruik te maken van grijs water voor eigenlijk toiletspoeling, waardoor men eigenlijk het watergebruik van de woningen en de werkcomplexen met 50% kan verminderen. Verder hebben wij gekozen om op een nabije plaats, ongeveer 200 meter verder van het woon- en werkcomplex, een centrale parking te maken met een zonnepark. Hierdoor gaan eigenlijk de auto's staan onder een zonnepark. Deze elektriciteitsproductie kan dan via het smart grid gebruikt worden voor de gebouwen en de werk- en wooncomplexen. Daarnaast hebben wij ook gekeken naar waterstof. Natuurlijk in de zomer is er altijd een overproductie van elektriciteit. Deze kan omgezet worden in waterstof en dan op later momenten terug via brandstofcellen in elektriciteit worden omgezet om gebruik te worden door de wooncomplexen. Voor mobiliteit hebben we vooral gefocust op het stukje beweging. We willen daarom deelfietsen gebruiken. En die hub die net besproken wordt, daar hebben we dus de parking. En met autonome pendelbussen zullen we daar naartoe kunnen pendelen. Met deze maatregelen hebben we dus bijgedragen aan de ambities van de gemeente Rotterdam. Hierbij hebben wij dus het warmtenet van ARV al uitgebreid met het warmtenet met het woon- en werkcomplex. Verder zetten we in duurzame energie door middel van zonnepanelen en waterstof. Het vergroenen van de stad tegen een hitte-eiland. We dragen bij aan de waterstofhub van Rotterdam. En dank u wel voor uw aandacht. Ja, oké. Okay. Yes. Ja, jury. Ja, mooie presentatie. Wat ik wel heel bijzonder vind, is dat jullie eigenlijk alle toepassingen toepassen die er zijn op dit moment. Hè? Qua energie, qua duurzaamheid, dat vind ik heel erg bijzonder. Ik vraag me af hoe dat dan in de praktijk aan toe gaat. In het stuk las ik dat centraal bassin, dat noemen jullie net iets anders. Daar was ik wel best wel geïnteresseerd en getriggerd door. Maar ik hoor daar weinig over in de presentatie. Zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja, wacht, misschien heb ik... Oh, ik kan geen plaatje meer zien. Maar dat centraal bassin is eigenlijk in de binnenplaats, waar je eigenlijk water gaat op, overtollig water kunt opvangen. Dus je krijgt eigenlijk in je binnenplaats een bepaald afschot. En dat kan eigenlijk al het overtollig water opvangen. Ja. Maar dat hebben... En mijn oog viel, toen jullie dat hadden opgeschreven, met name ook over het groene effect, hè, wat jullie daaraan willen meegeven. Ja. Dat vond ik dus vrij bijzonder om dat in deze omgeving te doen. Maar goed, ik heb nu al wat iets meer gehoord. Ik ben geen Rotterdammer, dus ik ken deze buurt niet. Ik kwam hier wel naartoe gereden, maar ik zie in de buurt heel weinig tram, bus en metrolijnen. Maar dat willen jullie wel doen. En dat betekent ook wel weer een beslag op de ruimte. Ja, je kunt eigenlijk... De metro is niet zo ver. En wij hadden ook in het verslag geschreven van autonome, zelfstandige busjes die eigenlijk naar de centrale parking, die eigenlijk voor het hele gebied in de toekomst gebruikt kan worden en die dan eigenlijk bepaalde wegen doen tussen de gebouwen. En zoveel plek nemen die dingen in. Natuurlijk, je moet een beetje een herconstructie doen van je wegen. Maar als je de hele buurt gaat aanpassen, is dat zeker wel een mogelijkheid. Denk dat zou misschien het eindbeeld kunnen zijn. Ja, dat is het eindbeeld natuurlijk. Oké, dank jullie wel. Ja, dank u wel.